Hi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Leonie. Ik ben vierjaars pedagogiekstudent aan de Hogeschool in Holland in Amsterdam. En ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over deze opleiding. Ben jij geïnteresseerd in kinderen, jongeren en hun ouders? Blijf dan kijken naar deze video, want dan is de opleiding misschien wel iets voor jou. De opleiding pedagogiek kent verschillende lesvormen. Zo hebben we zowel rolcolleges als werkcolleges, waar je je waarschijnlijk al wel iets bij voor kunt stellen, maar ook trainingen. Damien, wat was jouw favoriete training? Mijn favoriete training hier op de opleiding was toch wel communiceren met ouders. Ik vond het een superleuk vak waarbij ik op nieuwe manieren leerde om met ouders te communiceren. En deze ervaring kun je vervolgens weer gebruiken in de latere stages die je gaat lopen. Al meteen in het eerste jaar van de opleiding begin je met stage lopen. Eerst nog heel voorzichtig met één dagje per week, maar uiteindelijk in je derde jaar bouw je op naar een fulltime stage. Wat betekent dat je vanaf dan 32 uur per week in een organisatie aan de slag gaat. Inmiddels weet je al best wel veel over de opleiding pedagogiek. Je weet dat als je de opleiding volgt, je zowel rolcolleges, werkcolleges als trainingen gaat volgen en dat je al vanaf jaar 1 stage gaat lopen. Maar er is nog één ander heel erg belangrijk onderdeel van de opleiding die ik je nog niet verteld heb. En dat is het toepassen van zelfreflectie. Een pedagoog is namelijk, in tegenstelling tot sommige andere beroepen, zijn eigen instrument. En doordat dit zo is, is het heel erg belangrijk dat je inzicht krijgt in zowel je sterke kanten, maar ook je werkpunten. Meer weten over de opleiding pedagogiek? Bezoek dan eens onderstaande website of kom eens langs op een open dag of avond. Tot dan!